Vasten van Daniel, de grootste gelegenheid voor de vernieling van jouw leven. Goeiedag, beste vrienden. Welkom in de tweede dag van deze videoboodschap over de 21 dagen Vasten van Daniel. Wij zijn zeker dat als u de Heilige Geest zou ontvangen. Zult u dan de kracht, de kracht van God in uw binnenste hebben, zoals wij gisteren erover hebben gesproken? En u zal door deze kracht in uw binnenste de conditie hebben om alles te overwinnen, om eindelijk te zijn die persoon die u verlangt ernaar te zijn. Misschien kijkt u ook naar deze video boodschap, en u weet precies wat ik over heb, omdat u kent en u weet hoe vaak heeft u geprobeerd een beter persoon te worden? Hoe vaak heeft u geprobeerd uw uh, geloof serieuzer te nemen? Hoe vaak heeft u uh, geprobeerd te veranderen? En op een of andere manier lukte het u niet en u voelde zich daarna zo gefrustreerd. Is niet waar, maar met de Heilige Geest zou u dit alles wel kunnen bereiken. En Daarom gedurende de 21 dagen, deze 21 dagen vasten van Daniel, zullen wij in dit geloven zijn. Hem te zoeken, hem, uh, dichter bij hem te komen, in onze ideeën, onze gedachten, onze harten, alles dichter bij God brengen, zodat wij vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. En de Heer Jezus heeft een keer het volgende gezegd aan de discipelen. Hij zei zo, ik zal jullie niet wezen achterlaten. Ik zal jullie de Heilige Geest zenden. Jezus sprak dat hij zou teruggaan naar de Vader. Hij zou teruggaan naar de hemel. Maar hij zou ons niet wezen achterlaten. Hij zou precies de Heilige Geest zenden, de Heilige Geest geven, zodat wij zouden dan de Heilige Geest, de begeleiding, de kracht van de Heilige Geest hebben op dezelfde manier dat de discipelen konden ook de fysieke aanwezigheid van Jezus hebben. En wat wij vinden in de Bijbel, misschien heeft u het ook al gelezen, is dat toen de Heer Jezus was met de discipelen, ze wisten wat te doen, ze waren sterk, ze waren altijd bereid om alles te doen. Maar zodra Jezus was niet dichter bij hen, ze raakten echt paniek. Ze raakten echt in de war, Tot op het punt dat ze konden niet eens uh, bepaalde dingen konden doen. En Jezus, dan naast hen, was altijd ze aan het begeleiden, te geven. En aan aan hen uh, laten zien wat ze moesten doen om echt van God te zijn en God te en dit, beste vriend, is precies wat de Heilige Geest wil ook in uw binnenste doen. Op dezelfde manier dat de Heer Jezus, fysiek gesproken, Hij begeleidde de discipelen, zolang Hij leefde hier op aarde en Hij was samen met die mannen, op dezelfde manier wil de Heilige Geest u begeleiden. En wanneer u ontvangt de Heilige Geest, ontvangt u dan, deze kracht. Wilt u ook deze begeleiding hebben? Wilt u ook deze vrede, deze innerlijke kracht in uw binnenste hebben? Dan geef zich over in deze of tijdens deze vasten van 21 dagen. Gebruik al uw krachten om deel te nemen aan deze vasten. Laat op zij. Alles wat u, u, uw aandacht zou kunnen trekken. Alles wat uw hoofd, weet u wat uh, uw dagen, uw tijd zou bezighouden. Zet al deze dingen opzij en concentreert u zich op het volgende. Het woord van God te lezen. Naar de muziek te luisteren die over God gaat. ...naar onze programma te kijken, naar onze blog, naar onze site te gaan... ...en dan de boodschappen van geloof daar ook te lezen. Concentreert u zich op de wil van God. En zeker, kom naar de kerken, kom om de Heilige Geest te zoeken... ...vanavond om half twaalf in de avond. Wij zullen dan uh, deze uitzending hebben... Live via uh, radiopositief.nl vanuit het altaar hier van het Herthoekarkeercentrum aan de Vrijteweg nummer 4. Dan neem deel ook aan, aan, aan deze live uitzending. Dat u zou ook daar thuis de Heilige Geest samen met mij kunnen zoeken. Het woord van God samen met mij ook kunnen lezen. Dus concentreert u zich op dit. Ik heb de Heilige Geest nodig. Ik begrijp het. En ik wil ook deze kracht, deze begeleiding in mijn binnenste hebben. Vergeet dit niet. Jezus zei tegen de discipelen. Ik ga ter uur naar de Vader. Maar ik laat jullie niet wezen achter. Ik zou jullie geven de Heilige Geest. De Vertrooster. De Helper. Ik zou jullie niet wezen achterlaten. Maar ik zou van mijn geest aan u geven. Dus laten we ons met al onze kracht. Al ons geloven, laten we samen doorgaan tijdens deze 21 dagen vasten van Daniel, omdat ik weet zeker dat u ook zou kunnen ervaren van de macht van de Heilige Geest in uw leven. Wij zullen op vrijdag aan, uh, in onze vestiging in Amsterdam-Oosten aan de Borneustraat 40 de eerste nacht waken van de Heilige Geest houden en het zou zijn, om 10 uur s'avonds aan de Borneustraat 40 in Amsterdam oosten En zeker in gedurende deze dagen, in elke dienst, in het UKG-centrum, zullen wij ons richten op het volgende. De Geest van God te zoeken, zodat wij vervuld zullen worden met de kracht van onze Heer, van onze God. God zegent u en tot morgen. Vasten van Daniel. De grootste gelegenheid voor de vernieling van jouw leven.